voor je het weet, dan breken de mensen botten en moeten ze naar het ziekenhuis en zitten ze in lange revalidatieprocessen. Ja, dat moet je gewoon allemaal niet willen. Kijk, dit is echt een plek in de wijk. Ja, weet je, hier is het heftig. Dit is eigenlijk een soort, nou, bijna een soort aardverschuiving. En hier kan je ook zien, ja, je kunt je auto hier niet meer parkeren. Je rijdt je auto hier stuk zelfs op de stenen. En het loopt helemaal door, ook hier naar het trottoir. En dat is dus weer gevaarlijk voor mensen die hier wonen en hier lopen. Dit probleem speelt al jarenlang in de wijken Nieuw-Waldeck en Houtwijk. Maar nu lijkt er licht aan het einde van de tunnel. Er liggen namelijk plannen om de wijken op te knappen bij de gemeenteraad. En de verwachting is dat die over 2 weken het licht op groen zet. Volgens bewoners komt dat geen moment te vroeg. Het is onvoorstelbaar dat zulke plekken eigenlijk in de wijk kunnen voorkomen. Je kan hier gewoon niet meer je auto parkeren. Dat is onmogelijk. En er zijn er meer plekken in de wijk. Voetpaden die hartstikke scheef leggen, ja, dat moet gewoon niet kunnen. Het is gevaarlijk voor de mensen. Recentelijk is dan toevallig eigenlijk de bewoonster die hier achter woont, die is laatst nog gestruikeld ook over een wortel in een voetpad. Dat is een dame van, ja, ik schat in de leeftijd van rond de 65, 70 jaar. En ja, kijk, nu is het goed afgelopen, voor de rest geen blijvend letsel of zo. Maar voor je het weet, dan breken de mensen botten en moeten ze naar het ziekenhuis en zitten in lange revalidatieprocessen. Ja, dat moet je gewoon allemaal niet willen. De bewoners kunnen rekenen op steun vanuit de politiek. Maar wat zien zij nu het liefst gebeuren in de wijken? De stoepen moeten worden rechtgetrokken. De wortelopdruk van bomen die moet worden tegengegaan. Er zijn best wel veel donkere plekken in de buurt door struiken die veel te groot zijn geworden. Die moeten worden aangepakt. En daarnaast moet je ook kijken of de straat in zijn algemeenheid of die wat strakker en rechter kunnen. En het is ook heel veel klein werk. Hè? Dus all in all moet je gewoon naar het totaalplaatje kijken hoe het er weer mooi uit komt te zien. Nou, kijk, en hier zie je het ook weer. Overal scheuren in het wegdek, in het asfalt. Je kan soms bijna niet goed je auto uitlopen, want de tegels steken omhoog. Nou, je ziet het hier ook. Het hobbelt aan alle kanten. Ik maak wel eens de grap. Je hebt bijna geen verkeersdrempels meer nodig in de wijk, want de wortels van de bomen zorgen er wel voor. Je ziet, dit moet echt gewoon worden opgeknapt. Het is echt aan onderhoud toe. Er is te lang niks gebeurd. En dan krijg je dit soort situaties. En hoe zouden dit soort situaties in de toekomst dan vermeden kunnen worden? Ik zou het zo voor me zien dat we bij de volgende coalitiebesprekingen de partijen bij elkaar gaan zetten om een substantiële verhoging van het regulier onderhoud vast te leggen. Zodat daarmee eigenlijk wordt voorkomen dat achterstallig onderhoud op kan treden. Voorkomen is beter dan genezen, want nu zitten we aardig met gebakken peren, omdat de achterstand nu zo groot is dat je ontzettend veel geld nodig hebt om de wijken op te knappen. En het is veel beter om dat elk jaar met een goede onderhoudsronde te doen. Dus dat is denk ik zeker iets voor de toekomst, ook voor de gemeente om van te leren, dat je zorgt dat er genoeg budget is, zodat je wijken op orde kan houden.